Zo, druk aan het inpakken. Ja, zeker. We zijn net begonnen. Wanneer ga je weg? Vannacht, om rond 2 uur. Ik vind zo fijn, ik vind zo dol. Ik ben de Anton aus Tirol. Snowboard in de dakkoffer en lekker naar de sneeuw. Tenminste, lang niet overal licht sneeuw of genoeg sneeuw. Ja, als er geen goede sneeuw is, dan wordt er wel nog bijgespoten. Het sneeuwkanonnen. Maar ja, dat is wel altijd iets minder fijn. En sowieso, als er wel sneeuw ligt, maar het bos is helemaal groen, dat is eigenlijk geen goede ervaring. Nee. Wat je ook kunt doen, naar de indoor skibaan. Weet je in ieder geval zeker dat je sneeuw hebt. Even de spieren losmaken, kijken hoe alles weer gaat, lekker bewegen. En volgende week ga ik met mijn dochter en een vriendje en mijn vrouw, want ze vieren vakantie. Volgende week? Ja. Maar er ligt weinig sneeuw, hè? Dat heb ik ook gehoord. Nou, dan gaan we een beetje hoger. Daarom hebben wij ook soort van besloten dat dit de laatste keer is dat we gaan rijden voor wintersport. Want er ligt steeds minder sneeuw en daardoor wordt het ook steeds duurder. Omdat ze ook leidingwater gebruiken om die sneeuw te sproeien als er te weinig ligt. Ja. Dus even de laatste keer genieten en dan is het waarschijnlijk voorbij. Ga jij nog dit jaar? Ja, over 2 weken naar Westendorf. Dus. Hoe is het daar nu? Groen. Zit je dan de hele dag op de apps te kijken hoe het er is daar? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben wel meestal eens in de 2 dagen kijk ik wel even of het verandert, of het verbetert. En dan met duimen. En dan met duimen, ja. Tip van de skileraar, ga vroeg op pad, dan heb je nog geen last van papsneeuw. En zijn er nog bepaalde dingen, technieken die je kan gebruiken om goed door die papsneeuw heen te gaan? Ja, de basistechniek blijft natuurlijk altijd belangrijk. Dus vooral lekker het dalbeen belasten en goed naar voren blijven leunen. Maar bijvoorbeeld, stel je komt op een boekenpiste naar beneden, is het altijd belangrijk dat je op de boekel draait. En niet zoals de meeste mensen er tussendoor doorskiet. Want dan kom je juist in een soort van bobsleebaan terecht. Dus je wil juist bovenop de boekel draaien, zodat je daar wat meer rotatieruimte hebt. Maak het vooral niet te lastig meteen vanaf het begin. Maar ja, mensen moeten dus niet te lang blijven hangen in de apres-ski, want ze moeten vroeg uit de veer. Ja, en omdat het toch vroeg pap is, kunnen ze ook eerder beginnen. Dus dan kunnen ze ook eerder naar bed.